eten is belangrijk tijdens de Vierdaagse, maar drinken is misschien nog wel belangrijker. En helemaal dit jaar, want dit jaar zijn de 50ste Vierdaagse feesten. En waar gaan we dat drinken doen? Lekker met de meiden, 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 blijf bij me. Lekker met de meiden, 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 blijf bij me. Lekker met de meiden, 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 blijf bij me. Lekker met de meiden, 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 blijf bij me. Lisa, we zitten in de nieuwste bar van de Molenstraat. Bar 2. Je bent hoe lang open nu? Vorige week een half jaar, precies. Vorige week een half jaar. Nou moet je toch eerst even uitleggen. Bar 2. Waar komt de naam vandaan? Bar 2, ja. We zijn... we doen al, denk ik, 4, 5 jaar met de zomerfeesten. Staan we altijd buiten, in de buitenbar. En dan heb je door de Molenstraat heb je een stuk of 8 buitenbarren. En wij zijn al 5 jaar of zo. Dus met dezelfde vriendinnengroep staan we in dezelfde buitenbar. En die barren zijn allemaal genummerd en toevallig staan wij al 5 jaar in buitenbar 2. En na een aantal jaar, vorig jaar, toen hadden we na de zomerfeest zoiets van, joh, dit is eigenlijk zo leuk, we willen dit gewoon, moeten dit door gaan zetten naar binnen. En toen is het idee gekomen van, joh, we gaan binnen onze eigen bar openen met diezelfde vriendinnengroep en daarom bar 2. Omdat we al 5 jaar lang buitenbar 2 hebben, dachten we, ja, oké, dan moet het ook bar 2 gaan heten, want dat is voor ons... Ja, het is eigenlijk al 5 jaar lang ons babytje, zeg maar. Ja, juist. Kindje. En die vriendinnen die werken allemaal in verschillende kroegen op de Molenstraat. Ja, en we zijn samen dus met de zomerfeesten. Dan worden er allemaal mensen van binnen in, naar buiten gebracht. En wij stonden daar dus een aantal jaar samen buiten. En dan, hoe gaat het dan ineens? Is er dan een ruimte vrij en dan begin je gewoon met z'n allen een café? Ja, deze ruimte was inderdaad, voorheen was het de Grote Griet. Mm-hmm. En daar gebeurde eigenlijk niet zoveel. En toen kwam ons idee en de Grote Griet stond een soort van leeg. En zeiden we, oké, dan gaan we het in de Grote Griet doen. Toen hebben we het 2 maanden lang verbouwd, zeg maar. We hebben van allemaal nieuwe dingen erin gemaakt, geschilderd, opgeknapt. En toen zijn was nodig? Ja, was nodig. Ja, ik denk dat er al 20 jaar niks gedaan was, volgens mij hier. Echt waar? En dan vertelde je dus net op bar 2 de naam. Doet al helemaal denken aan de Vierdaagse feesten. Zijn er nou verder hier nog dingen die daar echt aan herinneren of die daar specifiek naar verwijzen? Hier binnen? Naar de Vierdaagse? Nou ja, wel met de... Nu qua interieur weet ik niet, maar we hebben wel bijvoorbeeld met de Vierdaagse gingen we altijd dat lied van links naar rechts. Mm-hmm. Van links. Altijd op de bar staan en iedereen op de bar, dan van links naar rechts, dat doen we binnen nu nog steeds. Ja, achter op de bar, dus altijd als dat lied is, dan maakt niet uit hoe druk het is, stoppen met tappen. Als er staat al 100 man aan de bar die willen bestellen, tappen niet meer, doen niks meer op de bar en van links naar rechts springen. Ben ik daar wel echt super benieuwd naar. Ik kom wel eens op de Molenstraat tijdens de Vierdaagse feesten. Heel druk. Ik zie nooit iemand met fusten lopen. Waar komt dat het bier vandaan? Nee, we hebben... er liggen overal leidingen, zeg maar. Boven het publiek langs op en ook onder het publiek op, waar mensen gewoon allemaal overheen lopen. En er liggen echt zulke leidingen op de grond en boven, die hangen ook over het publiek heen. En er liggen tanks, hele grote biertanks, 1000 liter tanks in de kelder en op het dak. Op het dak liggen 10 biertanks, geloof ik, en in de kelder ook. Oké, okay. Kunnen we die zien zo? Weer... Ja, ik denk het wel. Ik kom even naartoe lopen. Lisa, we staan dus nu op het dak, in een koelcel. Waar kijken we naar? De biertanks. De biertanks. De biertanks. Er zijn 1000 liter zit hierin, in elke tank. Oké, dus we hebben er 8, dus we hebben 8000 liter bier. Ja, zeker. En nou zie ik, want er zit allemaal verder, aan die zit een slang. Ja. De rest niet. Nee, die is dus nu aangesloten, dus als die leeg is. Dat gebeurt dan één keer op een avond en dan moet je hem vervangen en dan draai je, zeg maar, die knop helemaal eraf. En draai dan hier erop en dan... Maar dat moet dus ook tijdens de Vierdaagse? Ja, dus dat betekent... en ook tijdens de avond, gewoon ook tijdens de Vierdaagse. Maar ook, dus dat betekent dat 's avonds het bier op is, dan moet ik iemand een sprintje trekken naar het dak. Ja. Met al die sleutels. Het, over de portofoon, bier is op, bier is op. En hoe lang duurt het dan voordat je weer bier hebt? Het ligt eraan hoe snel iemand kan rennen. Oké. Okay. De paar minuten. Oké. Okay. Hey, hoe koud is het hier? Ja, dat staat hier. 4 graden. 4 graden? Ja, nu.
stukje gaat. Oké, okay. Dan is het een heel mooi moment om weer naar buiten te gaan. Oh, ja? Dan vertelde jij net al, je bent hier begonnen met een vriendinnengroep. Ja. Maar je werkt sowieso met alleen maar meiden, hè? Ja, we zijn met alleen maar meiden achter de bar. Ik heb dat een beetje zo willen houden, omdat we dus inderdaad vanuit de vriendinnengroep zijn ontstaan. En wilde ik binnen ook heel graag op die manier doorzetten. Dus nou ja, goed. Dus alleen maar meiden, alleen maar vrouwen die binnen de vriendinnengroep passen ook. En ik heb van tevoren heel veel, of toen, nu nog steeds, doen we gewoon heel veel leuke dingen samen. We gaan heel vaak samen eten of samen wat drinken. En we zijn begonnen met 6 meiden, we zijn nu met 20. Mm-hmm. En die vriendinnengroep is er nog steeds. Dat is wel echt heel leuk om te zien. Als iemand niet aan het werk is, dan staan ze 9 van de 10 keer wel hier in de bar te drinken. Leuk. Dus ja. Met z'n allen. Oké, het perfecte biertje. Oké, perfecte biertje. Pak de glas. Ja. Stap 1. Goed spoelen, altijd. Ja. Veel kracht nog wel. Laat je het water eruit lopen. Gooi de tap open. De tap heeft 2 standen, open of dicht. Oké. Okay. Dus alleen maar open. Ja. En dan eronder. De eerste prop is, of de eerste wat eruit komt, is schuim. Dus die laat je weglopen. Dan doe je je glas eronder. En dan zie je het vanzelf. Jij gaat het voor. Ik ga het voordoen. Oké. Okay. En meteen afschuimen, want dan krijg je een waterlaag. Waterlaag? Eroverheen, ja. Ja. En dan heb je het perfecte biertje. Dat is een perfecte biertje. Dit is niet het perfecte biertje, dit is een prima biertje. Oké. Okay. Je mag het proberen, ja. Oké, okay, dus je zegt een glas? Ja, glas. Spoelen? Eerst spoelen. Met kracht? Ja. Oké. Okay. Tot het water eruit loopt. Ja, dus je laat het water zeg maar zo, niet zo gaan schudden. Ja, zo gewoon eruit, verticaal eruit laten lopen. Nu, oké. Okay. Ja, en dan draai hem om. Ja, draai hem vastpakken. Om. Zo, dat is het logootje naar de kant. Ervoor. Ja. En je zet hem natuurlijk altijd neer. Ja? Ja. Tap open. Eerst een beetje eruit. Eerst een beetje eruit. Beetje schuin. Ja, een beetje schuin. Deze hoek moet je het water of de bier erin laten lopen. Kijk, hier zit een deze randje. Hoek? Oh, er zit een randje op. Ja. En die moet recht zijn. Die moet recht. Oké. Okay. Ja, en dan recht en dicht. En je zegt meteen afschuimen? Meteen afschuimen. Nou, en dan is het schuim weggetrokken en dan zeg je, dan heb ik hier eigenlijk een perfect biertje. Ja, en dan zet je hem met het luchtje toe. Ja, zo naar de klant. Gast. Gast. Oh, mag geen klant zeggen? Geen klanten. Lekker. Ik vind hem eigenlijk best netjes. Hij is heel mooi. Het hoeft niet altijd een 10 te zijn. Wat was dit? Eerlijk zeggen. Een 7. Doe ik het voor, high five. Nice. Proost! Er is eigenlijk nog 1 klein ding wat ik wil vragen. Onze favoriete barvrouw Sanne, die wil heel graag geld inzamelen voor het goede doel. En ze is knettergek, maar ze heeft beloofd om een... ze heeft dronken, een beetje beloofd. Om een Bart 2 tattoo te laten zetten. Ik ga dus een tattoo van Bart 2 laten zetten. En dat willen we combineren met een inzamelingsactie voor het goede doel. Namelijk het goede doel Mama's, Stichting Mama's. Die zich wereldwijd inzet voor vrouwen. En dat vinden wij een heel mooi doel om het daarmee te combineren. Dus een heel klein gedeelte van het geld zal gaan aan de tattoo. En de rest van het geld gaan we daarvoor doneren.